Oh, dit is wel nice. Als dit goed gaat, dan klopt mijn gevoel. Ik heb nog 3 pakjes te gaan. Als daar nog eentje in zit, dan hoef ik uit de volgende serie maar 3. Hey kijkers, Michael Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Pokémon Pack opening. Samen met Eva. Wij gaan vandaag weer een boosterbox doen. Oftewel de enige echte Fates Collide. Hier heb ik zelf gewoon enorme zin weer in. Ik weet niet waarom. Het lachte naar mij. Dus het zou super awesome zijn als we gewoon... Ja, wat zullen we vragen? 5000 likes op de episode? Ja. Please. En morgen ook, dat zou super cool zijn. Laat even in de reacties achter. Oeh, ik moet niet zoveel herrie maken. Zo. Ik stop hem er even snel zo in. Zo, op. Ah, oeh. Tada. Laat even in de reacties achter welke boosterbox jij eventueel de volgende keer zou willen zien. Dan gaan we kijken of we dat kunnen regelen. Linkerkant of rechterkant? Waar beginnen we mee? Linkerkant. Of course. Linkerkant. Hoppatee. Hoeveel denk je, mooie kaarten zouden erin zitten? Wat denk jij? Hoeveel zeldzaam? Over alle pakjes? Doe maar over alle pakjes. Ik denk 7. Ik ga voor 8. Oké. Okay. Challenge accepted. De allereerste. Challenge accepted. We gaan 3 van achteren naar voren doen. Daar gaan we. De eerste. Een Shauna, een Special Energy Card, een Kinchino, of een Chinchino zeggen ze dan, hè? Een Larvitar, een Carbink, een Jigglypuff, een Riolu, een Deerling, een Snivy en een Zygarde. Maar Zygarde, zijn dat nou 2 verschillende? Nee, Zygarde heeft meerdere evoluties. Als het goed is heeft hij er straks 4. Als Pokémon Sun en Moon uitkomen, krijgt hij nu nog 1 erbij. Dat is zijn final evolutie. Ja, dat klopt. Als ik het goed heb. Dat bedoelde ik. Waarom zeg ik 2 vrienden Pokémon? Oké, daar gaan we. Een Fossil Exvacation Kit. Een Fairy Garden. Een Shuckle. Een Diglett. Een Spoink. Een Riolu. Een Solosis. Een Fennekin. Een Omastar Break Card. En een Superior. Nice. Die is ook al, maar we hebben hem kijk, al. Ja, maar het is wel de eerste goede kaart. Ja, oh, nummer 1. Oh ja, breekkaart zit in de kaart. Hè? Was helemaal een breekkaart zoals ik hem al vergeten. Was je breekkaart vergeten? Ja, ik was die vergeten. Ik ook, eigenlijk. Ik zoek eigenlijk nog zeldzamere. Ik vind zeldzamere kaarten leuk. Ja. Eentje die we nog niet hebben, dat Secret zou nice zijn. Oké, okay, daar gaan we. Een Weezing, een Howlucha, een Chaos Tower. Die hebben we ergens ook nog glinsterend. Die is fucking nice. Een Fennekin, een Jigglypuff, een Riolu, een Seal, een Larvitar, een Benekkel en een... Oeh, elke Zem EX. Nummer 2. Het is wel nummer 2. Ja. Achter elkaar, hè? Dus dat is het derde en het vierde pakje uit mijn hoofd. Hebben we die al? Ja, al lang. Oh ja, we hadden heel veel elke Zems achter elkaar. We hebben alle elke Zems af. We moeten volgens mij alleen nog een Umbreon uit mijn hoofd. Oh ja, een Umbreon. Maar niet de Full Art, maar de EX. Ja. En... Secret Rare. Niet zoveel eigenlijk meer. Een Servine, een Energy Reset, een Pupitar, een Jigglypuff, een Fennekin, een Snubbull, een Seal, een Bronzor, een Scorched Earth en een Moltres. Die zou ik best nog wel glinsterend willen hebben. Ja, die hebben wij nog niet. Maar ik weet niet of die er is. Denk maar. Dat denk ik dus ook de hele tijd. Ik denk ook de hele tijd dat hij er niet is, maar ja, je weet het maar nooit. En daar gaan we. Een Whimsicott, een Zygarde, een Wormadam, een Solosis, een Fullaby, een Koffing, een Minchino, een Diglett, een Aerodactyl en een Grumpig, een Varken. Daar gaan we. Een Dome Fossil Kabuto, een Shuckle, een Less Special Riolu, een Fullaby, een Koffing, een Spoink. Oh, een Diglett, een Larvitar en een Mew. Wow. Is die... Ja, hij is holo-rare. Die is echt zo moeilijk. Ja, die is holo-rare. Holo-rare, maar is niet zeldzaam. Een Power Memory, een Old Ember Aerodactyl, een Ultra Ball, een Fullaby, een Burmy, een Koffing, een Meowth. Meowth. Yeah. Een Larvitar, een Power Memory en een Rotom. Een Weezing, een Fairy Drop, een Alakazam Spirit Link, een Benekkel, een Riolu, een Minchino, een Wishmer, een Snivy, een Koffing en een Rinkless. Snotjes! Snotjes all the way! 3 van achter, een Devolution Spray, een Kinchino, een Special Energy, een Diglett, een Riolu, een Carbink, een Deerling. Oh, oeh, oeh, oeh. Een Snivy, een Special Energy met zo'n mooi randje eromheen en een
Kingdra EX. Dit is al nummer 3. Ga je erbij grapen? Ik ga erbij grapen, denk ik. Dit is nummer 3 al, hè? Ga ik toch gelijk krijgen? Ja, misschien. Een War Madam, een Energy Pouch, een Haveluccia, een Binekkel, een Meowth, een Wishmer, een Minchino, een Cottony, een Solosis en een Lugia. Maar die Solosis is wel leuk. Ja, is gewoon eens een kleiner snotje. Daar gaan we. Een Haveluccia, een Doomfossil Kabuto, een Altaria Spirit Link, een Diglett, een Spoink, een Riolu, een Solosis, een Fennekin, een Team Rocket's Handiwork en een Bronzong. We hoeven eigenlijk nog maar één kaart. En dan hebben we eigenlijk de linkerkant heb ik al de challenge op gewonnen. En we hoeven alleen maar te hopen dat de rechterkant ook 4 heeft. Zou je challenge moeten winnen? Dat weet je niet. Ik wil de challenge winnen. Dat het er 8 in zitten. Een War Madam, een Random Receiver, een Kangaskhan, een Gothitha, een Spoink, een Solosis, een Binekkel, een Riolu, een Fennekin en een Lucario Holo Rare. Nice. Damn it, kom op met die zeldzame kaarten. We hebben nog maar 5 te gaan, Nina. Een War Madam, een Fossil Exvocation Kit, een Alakazam Spirit Link, een Fennekin, een Snubbull, een Seal, een Bronzor, een Cottony, een Pupitar en een Lucario. Nee. Damn, kom op. Is hij niet... Nee, tuurlijk niet. Hij is niet, ja, hij is niet holo rare. Oh. Een Mega Catcher, een Braxen, of een Braxen, een N. Wist je nog dat ik twijfelde of die wel goed gedrukt was de vorige keer? Ja. Een Snubbull, een Minchino, een Bronzor, of een Bronzor, een Larvitar, een Burmy, een Shauna en een Mothim. Daar gaan we. Een Braxen, een Scorched Earth, een Old Ember Aerodactyl, een Carbink, een Deerling, een Minchino, een Bronzor, een Snubbull, een Carbink en een Alakazam freaking Full Art. Boom. Hoeveel zijn dat er? Nou hebben we er 4, ja. 4. Ik denk dat ik een lepel boven pak. Ja, zal dat geluk brengen? Oh, 4 kaartjes! Oh, dit is wel nice. Als dit goed gaat, dan klopt mijn gevoel. Ik heb nog 3 pakjes te gaan. Als daar nog eentje in zit, dan hoef ik uit de volgende serie maar 3. Dan heb ik gewoon die challenge gewonnen. Yes. Win ik toch nooit ooit. Win ik toch ooit iets. Een Loudred, sorry, een Fairy Drop Loudred, een Kabuto, een Fullaby, een Burmy, een Koffing, een Meowth, een Larvitar, een Special Energy en een Snorlax. Yes, dat is dus de... Oh, de kaart. Okay. Niet zo gemeen doen. Nee. Echt wel, je pest mijn Snorlax. Oké, daar gaan we. Een Kinch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 
een Burmy, een Larvitar, een Meowth, een Fennekin, een Mandibuzz. Wat hoort het? Een Marowak. Die hebben we niet gewonnen. Nee, maar we zijn wel heel close. We zitten op de helft. Oh, wacht, we moeten nog één pack. We hebben nog één pack, ja. Eén pack, laatste pack. Daar gaan van we. Van de linkerkant. Een Altaria Spirit Link. Een Team Rocket Handiwork. Een Fairy Garden. Een Riolu. Een Carbink. Een Deerling. Wat gaan we doen? Een Snivy. Een Jigglypuff. Een Snubbull. Oh, en een Mega Alakazam EX. Oh my god. Wie heeft er gelijk? Oh, ik hoef er nog maar 3 uit de volgende. Nee. Maar nice. Ongeveer 3 zitten er in zo'n boosje. Althans in één kant. Ja, wat hebben wij een supergoeie. Oké, let op dames en heren. Ook al win je, dan is het juist goed. Ik ga even ze van voor naar achter doen. Hoppa. We kregen als eerste een Omstar Break kaart. Toen gingen we door naar een Alakazam EX kaart. Toen kregen we een Kingdra EX, een Alakazam EX Full Art, super sexy. En toen een Mega Alakazam EX. Dat zijn de dit kaarten. Dit is toch wel super nice. Maar toch zijn wij degene die ze allemaal 5 hebben. Stuks. 5 hele stukjes. Nog 3, dan heb jij nog 3 te gaan, dan heb ik gewoon gewonnen. Ja, ik zeg 2, maar ik denk dat ik daar misschien niet yes. ga. Hoppa. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze opening. Dit is deel 1, morgen deel 2. Vergeet niet te checken. Hopelijk zie ik jullie morgen dus bij deel 2. Drop daar ook gewoon duimpjes omhoog en ook op deze. Hopelijk zie ik jullie volgende keer weer. En zoals gewoon ook zeg, ik tegen jullie mensen altijd... Ciao!